Goedendag iedereen en welkom op het kanaal Vork in de Steel. Ik ga vandaag laten zien hoe je elk account, welke je ook hebt, kunt verwijderen met een bepaalde site. Dus PS3, PS4, Instagram, Facebook, Twitter, Netflix, noem het maar op. Mijn kanaal gaat over YouTube tips, internet tutorials en how-to's. Ik hoop dat deze video je geholpen heeft. Zo ja, laat een like achter of abonneer je op mijn kanaal. En met dit gezegd hebben, laten we meteen beginnen. De site heet accountkiller.com en dan NL heb ik nu op de alle sites. Ik zal even uitleggen, je hebt een witte lijst en je hebt een zwarte lijst en je hebt ook grijs. Wit is bijvoorbeeld makkelijk te verwijderen. Grijs is al wat moeilijker en zwart is het moeilijkst. Dus scrollen we naar beneden en dan zie je hier PlayStation staan. En dan kun je dus daarop klikken. En dan moet hij even laden. Maar dan leggen ze uit, u kunt een persoonlijk netwerk PS nooit verwijderen. Gebruik de onderstaande tip alle persoonlijke gegevens uit uw account te verwijderen. Volgens klagen van Sony losse privacy zijn er verschillende opties van uw locatie. Kijk naar de onderstaande pagina. U kunt een bericht achterlaten, onderstaande wordt hier gevonden. Dus u kunt uw Sony Entertainment PS account nooit verwijderen. Dat is gewoon, dat kan niet. Dat is wel apart. Maar ik denk wel dat het uiteindelijk wel kan. Nou, hier, je kunt onbruikbaar te maken. En dan leggen ze uit dus. Nou, je PlayStation account wordt dus afbeeldingen vaak niet verwijderd. Probeer ze handmatig te verwijderen. Nou. Het is allemaal best lastig om je PlayStation-account dus te verwijderen. En je kunt er zelfs even nog een comment achterlaten. Nou, de witte lijst, dat zijn de makkelijke. Nou, dat zijn bijvoorbeeld Facebook. Of, nou, Facebook is makkelijk. Twitter is makkelijk. Instagram. Instagram is ook makkelijk. Instagram is makkelijk. Dat zijn gewoon dingen die kun je heel makkelijk gewoon moet je opklikken. En dan krijg je meteen een directe verwijderlink. Daar klik je op. En dan kom je meteen tijdelijk uitschakelen. Account tijdelijk uitschakelen. En dan ben je eigenlijk al klaar. Dus Instagram is een hele makkelijke vorm. Maar wat je ook kunt doen met deze site, dat is wel grappig, is gewoon als je naar populair gaat, kun je gewoon zien, dus Marktplaats, wit, bol.com, grijs, Hotmail. Je kunt ook, Monsterboard kende ik bijvoorbeeld niet. Wacom ken ik wel, Hives Games. Nou, nooit, ik kende wel Hives, maar Hives Games kende ik niet. Dus je kunt ook Netlog, kun je sites eigenlijk ontdekken. En dat is wel grappig. Nine Lives. Dus dat is een kleine extra tip voor als je deze site bezoekt om je account te verwijderen. Wil je nog meer opties om een account te verwijderen? Laat dan een reactie achter in de comments. Als dit je niet lukt. En dan zal ik proberen je probleem op te lossen met een volgende video. Ik weet wel meer opties om je account te verwijderen. En met dit gezegd hebben, laten we deze video afsluiten. Tot de volgende keer. Hoi hoi.